jullie er klaar voor? Ja, hartstikke klaar. Sowieso. Tobias. Ja? Behalve je mooie outfit, heb je er verder op voorbereid voor vandaag? Ja, ik heb heel erg gedacht, Bas en Camille, want die haat ik echt. Hey, afgelopen jaar hard gevochten ook aan jullie eigen carrière. Ja. Wat was het hoogtepunt van afgelopen jaar? Wat was het hoogtepunt van afgelopen jaar? Weet ik niet. Wat was jouw hoogtepunt? Leeuwarden, tijdens de Dragon was helemaal te gek. Woo! Heb je ooit eerder gebokst? Ja, 2 keer. Dus ik heb ervaring. Hè? En nu tegen Wood? Hey. Kijk joh, het begint hier al. En Tobias. Ja? Het is 3-5 vandaag, hè? Gaan jullie nog steeds in elkaar slaan? Ik denk dat iedereen volledig voor mij gaat, omdat ik gewoon een legging aan heb. Ja, we gaan heel vies spelen. Ja, we gaan voor de ballen. We gaan voor de ballen, ja. We gaan in één keer zorgen dat ze op de grond liggen. Maar ik denk ook dat iedereen nep gaat vechten, maar wij gaan in één keer gewoon een goede raak afleveren. Ja. Het gaat om de eerste raak. Ja. Hé, hey, gelijkwaardige tegenstander? Ja, wij zijn met 5 en ze zijn met 3, dus nee. Nee, ja, jullie gaan sowieso winnen? Ja. Oké. Okay. Nou, gasten, succes! Dankjewel. Ja. Ja. En ga ik voor bovenhand tot onderhand? Ja. Onderhand. Ik ga voor de uppercut. Die dus. Nou, succes hè? Ja, dankjewel. Ja, wij zijn met 5. In deze tweede match van vandaag. In de rechterhoek. Uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Winnaar vandaag. Zijn popprijs aanstormend talent. Bekend van de single Hold the Line. En genomineerd voor VPRO Song of the Year met Hold the Line. Dames en heren. Soul Sister Dance Revolution. De winnaar van de grote prijs van Nederland in de categorie Rock Alternative. Opgetreden op de Reeperbaan in Hamburg. Live I Live, de Haagse Popweek, Eurosonic, Walk the Line. Optredens gedaan in Marokko notabene. Bekend van de EP Son of A. Dames en heren, Food! Let's get ready to rumble! Yeah.